Goed, ik dank u allebei hartelijk voor deze verduidelijking, laat ik het zo noemen. Goed, deze week ontstond er een polemiek in Elsevier over een tweet van Leo Lucassen, migratiedeskundige, over het plan van Geert Wilders om samen met Flip de Winter van Vlaams Belang te gaan wandelen in de Brusselse wijk Molenbeek. En dat is de plek waar onder meer de aanslagen in Parijs zijn voorbereid. En Lucassen vergelijkt de wandeling met de mars van de Britse fascist Oswald Mosley in de Londense Joodse wijk in 1936. Geert en Daling, historicus, vindt het ongepast deze vergelijking te maken. En over wat wel en niet geoorloofd is, om dan tussen historici, gaan we praten met Leo Lucassen en Geert en Daling. Hartelijk welkom. Dank. En meneer Daling, waarom vindt u dat deze tweet die meneer Lucassen de lucht ingestuurd heeft, niet kan? Nou, het debat is enorm verziekt, hè? Over islam, over integratie, ook over wat wel genoemd wordt het rechtspopulisme. Dus je moet dan erg uitkijken, denk ik, zeker ook als wetenschapper, maar ook gewoon als polemist. Want eigenlijk is dat, deze tweet is polemiek. Het is niet echt zozeer een wetenschappelijke analyse, maar meer een polemisch bedoelde vergelijking tussen Wilders en zijn collega De Winter in Vlaanderen. En Mosley, een fascist in de jaren 30, die een mars door een Joodse wijk in Londen hield. Ik denk dat je daar heel erg mee moet uitkijken. Dat het heel gevaarlijk is om zo'n vergelijking te trekken, om verschillende redenen. Ten eerste omdat je hiermee een Nederlands politicus en ook een Vlaams politicus die democratisch zijn verkozen vergelijkt met een fascist die toch echt wel andere intenties had. Ook omdat je Joden in dit geval in de jaren 30 vergelijkt met moslims nu in de wijk Molenbeek. En dat kun je kunt altijd wel vergelijkingen maken. Mm-hmm. Maar ik denk dat in ieder geval de wet van Godwin, hè, die op internet altijd bekend is. Zal ik hem nog eens een keer uitleggen? Nou, dat is dat als de online discussie zich voortzet, dat het dan de kans dat de oorlog erbij gehaald wordt nadert één. Hè? Ja. Dus dat is dan de gedachte dat je altijd wel ergens de oorlog of Hitler erbij zult halen. En dat is eigenlijk geen goed argument, denk ik. En het is ook bovendien een heel gevaarlijk argument. Omdat je in dit geval dus en een democratisch politicus eigenlijk een beetje vergelijkt met een fascist. Dat zou mensen wel op rare gedachten kunnen brengen. Maar ook omdat je, denk ik, in dit geval het probleem helemaal niet goed analyseert. Omdat de situatie waarin de Joden zaten in de jaren 30 totaal onvergelijkbaar is met de discussie die speelt rondom Molenbeek. En waar Wilders, denk ik, met De Winter terecht een punt heeft. Je kunt het mee oneens zijn, maar in ieder geval democratisch volledig in zijn recht staat. Als hij daar een werkbezoekje wil brengen. Ja, meneer Lucas. Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is om goed uit te leggen dat als je het over vergelijken hebt, en historici vergelijken natuurlijk altijd, hè, dat is een feit wat wij, ja, wij doen niet anders. Hè, dan om het ons een verschil te maken, dus dat vergelijken niet betekent dat iets precies hetzelfde is. Kijk, als je vergelijkt, en Geerten doet dat ook in zijn eigen onderzoek, dan ben je systematisch op zoek naar overeenkomsten en naar verschillen. Ja, en dat geldt dus als je nu kijkt naar, laat ik zeggen, een partijleider als Geert Wilders, die al 15 jaar een volledige bevolkingsgroep, hè, wegzet als anders, ook als gevaarlijk, hè, in dit geval moslims. Dan vind ik het interessant om te kijken, zijn er eerdere fazen in de geschiedenis geweest waarin andere bevolkingsgroepen iets dergelijks is overkomen. Dat betekent dus niet dat op alle punten, laat ik zeggen, en als je bijvoorbeeld naar de jaren 30 kijkt, toen waren het de Joden, nu gaat het heel sterk over moslims. Dat betekent niet dat daarmee Wilders of De Winter, dat fascisten zijn. Hè? Ik bedoel, want dat is het niet. Wilders is een democratisch gekozen politicus en heeft zich, voor zover ik de andere uitingen van hem zien, laat ik zeggen, wil hij, en daar geloof ik hem in, het ook democratisch spel meespelen. Maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk opvallende overeenkomsten zijn in de manier van stigmatiseren van een volledige bevolkingsgroep van honderdduizenden gewone Nederlanders die na iedere dag naar hun werk gaan of naar hun studie, en die dag in dag uit vanaf de laatste 15 jaar te horen krijgen dat ze er eigenlijk niet bij horen, dat ze een bedreiging vormen voor de samenleving. Want het is niet zomaar een beschuldiging natuurlijk. Als je het over het islamofobisch klimaat hebt, dan heb ik het niet over terechte kritiek op onderdelen van de islam of bepaalde typen van moslims. Nee, dan gaat het mij om hoe een hele bevolkingsgroep wordt weggezet. Ja, maar laten we even terug naar, want we hebben die foto laten zien. Van welke die foto? De foto waar u over het getwitterd heeft. Moslim. Namelijk die tocht door Joodse wijk in, door East End London. In Engeland, ja. Dat is ook niet mis. Ik bedoel, dat gaat een bedreigende sfeer vanuit. Ja. Waardoor ik me zou kunnen voorstellen dat de mensen met wie we die vergelijking wil maken zich gekwetst voelen.
Ja, nou ja, ik denk dat Geert wel een punt heeft dat, laat ik zeggen, soms Twitter niet het meeste, het beste middel is om, laat ik zeggen, iets aan te kaarten en dat soms te kort door de bocht kan gaan. Kijk, mijn... U gaat dan wel te kort door de bocht op een heel gevoelig onderwerp. Nou, te kort door de bocht in de zin van dat je... natuurlijk bij Twitter heb je natuurlijk heel erg weinig ruimte, dus dat mensen daar ook allerlei eigen interpretaties uit kunnen halen. Mij ging het om, de overeenkomst die ik zie tussen die twee gevallen, is dat in beide gevallen, laat ik zeggen, radicaal rechtse leiders die een duidelijk programma hebben om een bepaalde groep systematisch apart te zetten, dat die het bezoek aan zo'n wijk, en East End London, dat was vol met recente immigranten uit, vooral Joodse immigranten uit Oost-Europa, die ook werden weggezet als agenten van het communisme, echt als een bedreiging voor de Engelse samenleving, dat een bezoek aan zo'n wijk is een pure provocatie en een verdere, ja, laat ik zeggen, opzwepen juist van die tegenstellingen. Daar zag ik de overeenkomst. Nou, ja. Ja, een vergelijking gaat toch inderdaad over overeenkomst, maar in dit geval over heel erg over verschillen. Want je kunt toch niet ontkennen dat in het geval van de complottheorie over Joden in de jaren 30, die erkennen we allemaal inderdaad van de fascisten en de nazi's, maar dat je toch in dit geval in Molenbeek gewoon een concreet politiek thema hebt, namelijk dat er in de islamitische gemeenschap, mm-hmm, gewoon heel duidelijk inmiddels tientallen Syrië-strijders uit Molenbeek komen, dat er 3 van de 8 terroristen van Bataclan uit Molenbeek, mm-hmm, komen, dat 1 daarvan nog zelfs een half jaar is kunnen onderduiken in diezelfde wijk, terwijl heel veel mensen op de hoogte waren van zijn aanwezigheid, dat daar echt een politiek probleem ligt en dat het niet een denkbeeldig probleem is zoals die samenzweringstheorieën van fascisten in de jaren 30. En bovendien denk ik dat het wat dat betreft ook een groot verschil is. Je moet onderscheid maken, denk ik, tussen mensen en ideeën. En wat Wilders, denk ik, probeert te doen, en dat hoop ik, en voor zover hij dat doet, wil ik hem daarvoor verdedigen dat hij dat mag doen, dat hij namelijk over de islam inderdaad bepaalde kritiek heeft. En dan kunnen we het inderdaad hebben over discriminatie van moslims. Ik vind islamofobie een moeilijk woord, want je hebt ook terechte islamkritiek, maar je hebt ook dat mensen daar persoonlijk op worden aangesproken en worden gediscrimineerd. Dat is natuurlijk een thema waar we het zeker over moeten hebben, wat heel schadelijk is. Maar wat in dit geval het groot verschil is, is dat Joden een etnische groep zijn, primair etnische groep. Ze hebben ook een religie, maar in het geval van de fascisten ging het vooral over het uitroeien van een etnische bevolkingsgroep. En dat het in het geval van de islam gaat over de ideeën die je hebt. En daar moeten we heel duidelijk een onderscheid in maken. En die ideeën die kunnen leiden tot jihadisten zoals er uit Molenbeek komen. En daar is een groot probleem. En ik snap dat Wilders en De Winter dat aankaarten. Misschien niet heel subtiel. Ze noemen het ook islamsafari, geloof ik. Dat is niet heel subtiel. Dat wil ik ook zeker niet verdedigen. Maar ze hebben het recht. En ik denk dat je in dit geval voor een politicus als Wilders, die konden we dit weekend weer lezen in de media, honderden doodsbedreigingen per maand krijgt, dat je echt moet oppassen als je dit soort vergelijkingen trekt. Want nou, u zegt steeds, je moet oppassen met, maar u bedoelt misschien te zeggen, dat mag je niet doen. Nou, u vindt het ongepast. Ik ben voor radicale vrijheid van meningsuiting. Dus meneer Lucas mag alles doen. Ik vind het ook erg interessant dat hij uitgesproken is, dat hij uitgesproken twittert en het debat aangaat. Dus dat wat dat betreft geen probleem. Maar ik denk wel, een waarschuwing hier. We hebben dat gezien met Pim Fortuyn bijvoorbeeld. Die werd nog eens een keer ergens in een programma met een buitengewoon minderwaardig mens genoemd, zoals u zich misschien herinnert. Ja. Daar is een soort sfeer omheen ontstaan. En dat is ontwilders ook het geval rond andere politici. Dat is niet constructief voor het debat. Maar het is bovendien heel gevaarlijk voor een persoon. Zeker iemand die al zo beveiligd moet worden als Wilders. Nou, dus eigenlijk zegt u dat uw opponent, meneer Lucassen, Wilders daar mede in gevaar brengt. Je draagt bij aan het klimaat. En ik denk dat de Lucas een verantwoordelijkheid heeft als hoogleraar en als erkend en bekend onderzoeker op het gebied van migratiegeschiedenis. Dat hij ook dit soort thema's vaak in debat aangaat, een zichtbaar figuur is. Dat je dan wel moet weten hoe je woorden gewogen worden door mensen die het lezen en denken, nou, als een hoogleraar zegt dat dit lijkt op het fascisme, dan moet dat toch wel heel ernstig zijn. Dan moet er misschien in het geweer komen. Ja. Geert, u brengt Wilders met zo'n tweet in gevaar. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat Geert Wilders door wat, laat ik zeggen, 15 jaar dag in dag uit tamboureren op het feit dat, laat ik zeggen, een volledige bevolkingsgroep een existentiële bedreiging vormt voor onze samenleving. En daar zie ik overigens, als wetenschapper, is natuurlijk een heel interessante parallel als het gaat om, Geert, we hadden over complot. Ja, je hebt de bekende complottheorie dat de Joden onze samenleving bedreigen en dat ze die ook stiekem willen overnemen. De structuur van die beschuldiging is exact dezelfde als waar het gaat om islamofobie. En nogmaals heb ik het dus niet over bepaalde kritiek op vormen van de islam. Maar een algemeen idee dat moslims erop uit zijn om onze samenleving naar hun hand te zetten. Het hele beschuldiging van Taqiyya, van Eurabië.
Terwijl natuurlijk 99% van de moslims die in Nederland wonen, gewone Nederlanders, burgers die hier wonen, die horen dat dag in dag uit, herkennen zich daar volledig niet in. En dan denk ik dat het belangrijk is dat historici die die kennis hebben, want die weten wat in eerdere fases, laat ik zeggen, wat voor mechanismen er speelden. Kijk, ik zeg niet dat Wilders een fascist is. Dat vind ik ook niet. Ik zeg niet dat dit tot de Holocaust gaat leiden. Dat denk ik ook niet. Daarvoor zijn onze instituten veel te sterk. Dat toen u hoorde dat ze door Molenbeek wilde paraderen, dat u dacht aan die tocht. Ja, dat deed mij. En dat, in kijk, daar stonden ook al die mensen aan de zijkant stonden zo, ja, met Hitlergroet. Zeker. Ook weer niet, wat je zegt, een fijngevoelige vergelijking. Nou ja, nogmaals, als het gaat om laten we zeggen, het doel van dat, en dat is niet zomaar een werkbezoekje. Dit is natuurlijk, zit in de propaganda, is onderdeel van de propaganda om nog maar eens een keer te laten zien hoe gevaarlijk moslims zijn. En dat is wat ik zie. En overigens, interessant, gisteren was er een grote mars in Warschau van. Ja. Daar zie je dat op dit moment. Van extreemrechts. Ja, die twee complottheorieën die gaan nu samen. He, dus nu is de fractieleider van de PVV in het Europarlement, die retweette kritiekloos een tweet van een van Dinesh D'Souza, die zegt, ja, Soros die heeft zelfs meegeholpen als SS'er aan het uitroeien van Joden. Ja. Soros was in 1940... Meneer De Graaf is dat. 9 jaar. Ja, Marcel De Graaf. Ja. En dan denk ik, hoe kun je zoiets, dat is toch alleen maar olie op het vuur. En wat ik van u zo... olie op het vuur, ja, gesproken, dan is uw tweet ook wel een voorbeeld daarvan, denk ik, van olie op het vuur. Want hier wordt natuurlijk, nogmaals, de Molenbeek is gewoon een politiek thema vanwege dat terrorisme waar, echt mm-hmm. Waar je een discussie over moet voeren. U noemt het propaganda van Wilders. Ik denk dat het inderdaad een politieke zet is, maar het is van een politicus te verwachten dat hij politieke campagnes voert. Nou, daar mag je ook iets over vinden. Dus. Daar mag je ook iets over vinden, zeker. Maar alles mag, hè. Dat is het probleem niet. Ik denk alleen wel dat in dit geval ook die mars inderdaad in Warschau laat zien hoe gevaarlijk ook het antisemitisme nog is, want dat zit daar ook heel sterk in. En dat gaat samen nu. Hè. Soros wordt beschuldigd van dat hij Syriërs binnenhaalt, moslims, en daardoor, laat ik zeggen, de moslims Europa binnenhaalt als Jood. Dus twee van die complotten komen bij elkaar. Het is nu een tweet van Marcel, die meneer Graaf heeft geretweet, begrijp ik. Ik heb het helemaal niet gezien. Nou, ook andere, Bastiaan Rijpkema retweeten ook iets interessants daarover. U doet twee dingen die eigenlijk heel haaks op elkaar staan. Want u zegt als wetenschapper, als historicus, en inderdaad, u heeft uw sporen verdiend op dat gebied, maar zo'n tweet is geen wetenschap. Dat is polemiek, dat heb ik ook gezegd. Het is geen uitvoerige vergelijking. Het is geen systematische vergelijking. Bovendien is het een selectie. Hè? Want die vergelijking Dat is de vraag die ik me ook stelde. Of u het als wetenschapper doet, tweeten bedoel ik in dit geval. Yeah. Of doet u het als politiek bevlogen meedenker in de samenleving? Of doet u het als wetenschapper? In welke Lucassen kijken wij eigenlijk bij zo'n tweet? Hier kijkt u naar de wetenschapper Lucas. In die zin dat ik zelf... Ik ben afgestudeerd op een onderwerp over links antisemitisme in Frankrijk. Dus ik heb veel studie van antisemitisme gemaakt. Ik ken die mechanismen en ik herken ze nu voor een deel terug in onze eigen tijd. En dan denk ik zou u wetenschappelijk verantwoord noemen? Nou, laat ik zeggen, ik zei het al eerder. Ik vind wel dat ik voorzichtiger moet zijn met tweets. Ik vind wel dat ik heeft gedaan. Ja, omdat dit ook op allerlei manieren worden. U zwakt het nu een beetje af. Nou ja, ik zwak de vergelijking absoluut niet af. Hè. En maar nogmaals, de tweet waarin die vergelijking gemaakt wel. Ja, ik denk dat niet zo. Daar zou ik de volgende keer dat anders doen. Ja. Ik zou ook zeggen dat u wel iets hebt uit te leggen. Dat heeft u mooi binnen. Ja, nou, dat is wel winst. Graag gedaan. Maar dat is ook wel fijn dat u dat ook even op televisie kunt uitleggen aan de nabestaanden van de Holocaust. Die natuurlijk altijd met dit soort dingen geconfronteerd worden. Ik las net een column van historicus Willem Melging op de site van de Volkskrant vandaag. Die dat ook vergelijkt met de zwarte Holocaust. Bijvoorbeeld wordt er wel eens bijgehaald, hè, de slaaf. Of de Holocaust op ons bord, wat vegetariërs nog wel eens, of veganisten nog wel eens willen zeggen over die. Nou, dat is ook heel, heel grievend. Het mag van mij allemaal, die vergelijking, maar het is wel heel grievend om dat de hele tijd bij te houden. Dat vind ik toch nog een interessante vraag aan u beiden. Of het vergelijken van, of het in een vergelijking betrekken van de Holocaust, van het vermoorden van 6 miljoen Joden, of je daar met situaties in deze tijd een vergelijking mag maken. Ik zou zelf zeggen, vergelijken is inderdaad altijd... Wilt u voortaan steeds het woord geven aan uw opponent? Nee. Vergelijken is altijd goed, maar... en het moet ook zeker niet schuwen als het gaat om de jaren 30, 40... maar omdat het zo'n sterk moreel geladen thema is in het publieke debat... is het heel gevaarlijk, denk ik, om dat in een tweet te doen... en om dat, zeg maar, daarmee olie op het vuur te gooien. Dus ik zou zeggen, doe het maar niet. Holocaust is uniek in die zin, schrijft die Willem Melging ook... dat het een industriële genocide is. Dat is eigenlijk uniek in de geschiedenis, maar genocide zelf is niet uniek. En dan moet je altijd voor dat soort mechanismen... Hè, u zocht naar mechanismen in de geschiedenis, moet je altijd waken. Alleen nogmaals, ik denk dat in dit geval...
geval daar heel erg makkelijk gedaan wordt alsof de moslims van nu de Joden van de jaren 30 zijn. En dat doet ook geen recht aan de positie van moslims. Ik blijf terug naar de Holocaust. Ja. Als daar heb ik het niet over gehad. En daar blijf ik ook verre van. Kijk, ik denk dat... Vindt u in de grens te ver gaan? Nou ja, kijk, op dit moment is dat niet aan de orde. En ik denk dat als het gaat over de antisemitisme nu en toen... want ook nu heb je weer een opleving van antisemitisme. Onder andere in dat Molenbeek van u zelf. Ja. Zeker. Nou, dat is niet van mij, maar... Zover zou ik nou ook weer niet gaan. Dan is het belangrijk ook, als je geïnteresseerd bent... en je zorgen maakt over antisemitisme, en dat doe ik... dan is het belangrijk om... studie te maken van parallellen waar het gaat om mechanismen die, laat ik zeggen, in ieder geval het voorwerk daarvoor kunnen. Ik ben niet zo bang dat dat gaat gebeuren, maar voordat je een genocide ontstaat, of dat nou in Rwanda was of bij de Armeniërs, ja, dan heb je wel een soort voorwerk nodig waarbij je een groep stelselmatig als object en als gevaarlijk, et cetera, neerzet. Nou ja, dat is wel een stapje wat noodzakelijk is. Ik denk niet dat het zover komt. Bij de Holocaust gaat het over gaskamers. Zeker. Maar goed, die gaskamers kwamen niet uit de lucht vallen. Nee. Maar ik bedoel, het is misschien een grens van... Nou ja, dat is mijn vraag. Of die grens wordt overschreden wanneer je de Holocaust erbij betrekt. Ja, ik denk sowieso, en dat ging in dat geval niet over de Holocaust... maar wel over een aanloop naar... En dat is het probleem juist. Je kunt het niet loszien van de gevolgen die we inmiddels achteraf weten... die kleefden aan dat antisemitisme van de jaren 30... en wat trouwens al eeuwen daarvoor ook al in Europa een rol speelde. Nogmaals, ik denk dat er een groot verschil is tussen het antisemitisme... en de discriminatie van moslims. En zeker een groot verschil tussen antisemitisme... Maar wat is het verschil dan? En kritiek op... Nou, het etnische verhaal. Je moet het verschil maken tussen mensen... Maar of mensen nou als etnisch of religieus worden weggezet, het gaat erom... Je wordt niet geboren als moslim. Je wordt geboren als Jood, maar niet als moslim. Nou ja, kijk, daar de meeste mensen in Nederland, zo gauw ze, laat ik zeggen... of een Marokkaanse naam, dat wordt ook nog wel eens een keer... zeker door Wilders ook, met zijn minder Marokkaanse uitspraak. Mensen met een niet-Nederlands klinkende achternaam hebben daar ook daar last van. En de meeste, en heel veel, laat ik zeggen, er is ook een enorme spreiding aan hoe mensen de islam of hoe ze die religie beleven of ze er überhaupt iets aan doen. Maar die hele groep heeft daar wel last van. Laten we het hebben over discriminatie van Arabieren en laten we die islam er dan buiten houden, ja, denk ik. Graag. Oké, we hebben het ook weer bereikt. Ja. En dan vooral hebben over de discriminatie van individuen. En ik denk in dat geval dat nog steeds het aankaarten van die problemen in wijken zoals Molenbeek, terrorisme, Syrië-strijders... dat nog steeds een valide politiek thema is... waar Wilders en De Winter volste recht hebben om dat aan te kaarten. Ik dank jullie beiden. Graag gedaan. Een wetenschappelijk debat. Tot zover Buitenhof. Nog een prettige zondag.